beginnen ietsjes later. Het is passen en meten als je gast afzegt op het laatste moment. We hadden hier moeten hebben Ronnie Asabina van de BEP. Maar die schijnt zich vergist te hebben in de afspraak met SRS. En zal dus in het eerste deel helaas niet aanwezig zijn. We hadden aangekondigd Ronnie Asabina te hebben vandaag. En Rui Wang namens de VHP. De heer Rui Wang zou hier moeten zijn om 8:30. Dus dat gesprek doen wij wel. Nou, improviseren dus, opvangen. Wordt niet breaking, maar we laten alvast een fragment horen van de DNA-vergadering die we dus gehad hebben, jongsleden, waarbij de DNA-voorzitter de DNA-leden de ruimte gaf om wat zaken op tafel te leggen. Goed, alvorens ik overga tot de agendapunten, heb ik een afspraak met een viertal leden en we gaan het houden bij deze vier leden. Die kort iets wil zeggen. Te beginnen met lid Edwards. Ja, dankjewel voorzitter. Voorzitter, de afgelopen tijd zijn overvallen, scheringen en inslag. In de laatste 2 weken zijn wederom enkele van onze mede-Surinamers overvallen door zwaar gewapende mannen. Er zijn in 2 weken zeker 5 gevallen geweest van berovingen, voorzitter. De eerste keer ter hoogte van Reddy Dotti. Biggie Poika, daarna Marie Pastong en Goliath gebied. Deze weg is een van de belangrijkste verbindingswegen voor de verschillende dorpen richting West-Suriname, voorzitter. Ik eis voor de veiligheid van onze burgers die dagelijks gebruik maken van deze weg. Hoe vaak hebben we niet gesproken over een extra controlepost ter hoogte van Witagrong? Wilt u me zeggen dat de verschillende inlichtingendiensten niet horen wat er allemaal in het binnenland gebeurt? De mensen in de gebieden praten over highways van drugsdropping, etc. Ze weten kennelijk zelfs het tijdstip van de droppings en al, maar onze inlichtingendiensten niet. Worden deze big boys beschermd door de regering? Deze regering, minister van Defensie, die het steeds had over Suriname als narco-staat. Nu bent u aan zet. Waar staan we nu? We horen in de media dat honderden van onze Surinaamse militairen en politieagenten naar Haiti worden gestuurd. Terwijl ze hier moeten zijn om onze Surinamers te beschermen. Waar bent u mee bezig, regering? Dank u. Lid Kanappe. Dank u wel, voorzitter. Ondersteunende naar het geachte lid met het punt dat ze naar voren brengt met betrekking tot veiligheid. Meneer de voorzitter, kreeg ik de afgelopen tijd ook weer melding, vooral van berovingen in het oosten van het achterland, meneer de voorzitter. Oost-Zuid Suriname, waar de militairen op dit moment door het ministerie zijn teruggeroepen. En mij is aangegeven door de leiding dat er mobiele operaties zal plaatsvinden. Maar ik weet niet wanneer dat zal worden ingezet, terwijl die samenleving vraagt naar een beter en een zekere garanderen, of zeg maar garanderen van de veiligheid in die samenleving en het gevoel dat moet gaan stijgen. In de speech van de president bij aanvang van dit kalenderjaar geeft hij aan in zijn jaarrede dat veiligheid, onderwijs en volksgezondheid prioriteiten zouden zijn. Maar wanneer wij kijken naar hoe deze 3 zaken of punten van beleid worden geaccommodeerd met middelen en noem maar op, dan vraag ik me af, zijn we afgedwaald van de prioriteiten of zijn dat nog steeds de prioriteiten? Als ik kijk naar onderwijs in het binnenland, dat nu pas dorpen als Kwamala Samutu en andere dorpen, dat nu pas onderwijsproces voor het tweede kwartaal daar zal worden opgestart. En er wordt aangegeven dat er op een andere manier zal worden gewerkt met betrekking tot herkansing voor leerlingen in het binnenland. Hoe zal dat gebeuren? Hoe zullen wij creëren de eerlijkere kansen voor deze jongeren of deze leerlingen om in de bevordering te kunnen gaan met het opbouwen van de Suriname? Surinaamse samenleving. We roepen de regering op met betrekking tot de prioriteiten volksgezondheid, onderwijs en veiligheid. Dank u wel, lid Parmisser. Voorzitter, bedankt. We hebben als parlement breed enorm veel moeite gedaan dat wij hier een kiesstelsel hebben geproduceerd. We hebben daarnaast moeite gedaan dat er een kiesregeling in het leven is geroepen. En dat is allemaal haast kamerbreed geweest, voorzitter. En wat merken we nu, voorzitter? Zaken die decennia lang
gebeurde, dat wordt ineens veranderd. We merken dat de kiezerslijsten hoe zullen geproduceerd worden zonder adressen, voorzitter. Dat kunnen we niet accepteren om diverse redenen, voorzitter. Ik vraag een duidelijk uitleg. Maar al die decennia was er geen zaken met betrekking tot privacy. Ineens horen we dit soort zaken, voorzitter. Ik vraag duidelijkheid. En ik, in dat verband merk ik, voorzitter, dat aan de Sofie-Redmondstraat 178, twee mensen staan geregistreerd die feitelijk niet daar wonen. En de bewoners kijken naar uit. Ik ga je zo meteen de documenten overleggen waar dit gebeurt. Dat zijn geen praatjes meer. Van over de hele land krijgen we dit soort zaken. Om privacy en dat soort zaken. Voorzitter, ik geef u dit als voorbeeld, voorzitter. Ik vraag ook, voorzitter, dat we, zoals we afgesproken hadden van de kiesregeling, dat we hier in het parlement een commissie zouden samenstellen. Het is nu dringend gewenst dat de commissie gauw komt, voorzitter, onder uw leiding om de processen te volgen, zodat we eerlijke verkiezingen hebben, voorzitter. Dit baart ons zorgen. Er zijn zoveel zaken die nu aan ons gepresenteerd worden. Zijn alarmerende berichten. De personeel wordt aangetrokken, niet verifieerd. Elektronisch en noem maar op. Wij willen inzage. Wij willen transparantie. Le Jogi. Bedankt, voorzitter. Voorzitter, vraag al geruime tijd aandacht van de regering, voorzitter. Met name voor de rijstboeren van Nikeri, voorzitter. En u kent het verhaal, voorzitter. Rattenplag twee seizoenen, voorzitter. Geen water, voorzitter. En nu, voorzitter, zitten we een aantal maanden verder en de boeren hebben dat geld nodig. De president heeft beloofd dat de mensen een vergoeding financiële ondersteuning gaan krijgen. En elke dag worden we platgebeld, voorzitter, van waar is die financiële tegemoetkoming. Voorzitter, via u wil een beroep doen op de regering, op de president, om zo snel als mogelijk dat een feit te laten zijn. De boeren hebben dat geld nodig. De sieraden van de vrouwen liggen bij de bank. Ze moeten de sieraden brengen naar huis. Daarvoor is er geld nodig. En ten aanzien van de registratie, welke door LVV wordt gedaan, moet ik u zeggen dat er informatie is dat de registratie niet betrouwbaar is. Dat er informatie is dat op één areaal van 12 hectare bijvoorbeeld, dat twee mensen zich hebben geregistreerd. De huurder en de verhuurder. Voorzitter, en dat er informatie is dat totaal grootte van de areaal nu 35.000 hectare is, terwijl er nooit zoveel pad is ingezaaid. Voorzitter, wij vragen u en via u aan de regering en aan de president om de betaling van de tegoeden zo snel als mogelijk te doen plaatsvinden, maar met een bestand dat juist is en dat correct is. Een bestand welke ten grondslag zal liggen aan de betaling, die betrouwbaar is, voorzitter, en dat er geen punten en commas geplaatst en gezocht moeten worden, voorzitter, daarna. En we doen een beroep op u, voorzitter, om te bevorderen ook dat de mensen die hebben ingezaaid, het proces hebben afgerond, hebben afgeoogst, om die groep eerst die... Voorzitter, natuurlijk hebben we hier een vergadering gehad met betrekking tot de veiligheidssituatie. En ik moet zeggen dat daags daarna we ook gezien hebben dat er heel wat veranderingen te merken was. Maar zoals hier ook eerder aangegeven door leden, zeker met betrekking tot het binnenland en zeker bepaalde gebieden, daar vragen we van de regering dat er met alle ernst wordt gekeken naar de situatie. En als er speciale eenheden die daarvoor gestationeerd moeten worden in die gebieden, voorzitter, dat er spoedig werk van gemaakt wordt. Wij willen niet zollen met veiligheid in die samenleving. En zaken die hier gesteld worden en uit de wilde weg, meer dat het bewust zal plaatsvinden, voorzitter. Daar
laten we voor de rekening van de mensen. Wij weten dat de regering verantwoord bezig is en we roepen op. Voorzitter, zeker met betrekking tot onderwijs hebben we gezien dat er heel wat efforts gestopt wordt. En mij is doorgegeven dat er 140 scholen daar renovatiewerkzaamheden zullen plaatsvinden. Wij roepen op regering dat het onderwijsproces, dat er alle ernst daarin wordt gestopt en dat het onderwijsproces zo goed als mogelijk kan plaatsvinden. Voorzitter, met betrekking tot betaling naar de reisboeren, daar is er zoveel gevraagd. En we vragen zeker aan de regering met alle ernst hier naar te kijken, omdat het eigenlijk het. Goed, dank u wel. Ik zie de president en de vice-president niet, maar de positie van de minister kan ik niet uitmaken wie de coördinator is namens de regering. Dus ik weet niet als er behoefte is om gelijk hierop te reageren of op een ander moment. Goed, ander moment. Dan gaan we naar agenda punt 4 tot en met 10. En zo hebben we gehaald het DNA, een fragment van het gedeelte waarbij de DNA-leden wat brandende vraagstukken aan de orde mochten stellen of daartoe de gelegenheid gehad hebben. Nou, we hebben ook een fragment uit een presentatie die geweest is van de top-econoom Karel Eckhorst. En als meneer Eckhorst aan het woord is, dan wil je altijd luisteren naar wat uitgelegd wordt. En wanneer hij dus zijn licht laat schijnen op vraagstukken. Dus wij gaan van deze gelegenheid in de koffiepraat gebruik maken om hier ook een fragment van aan u te laten horen. Nog? Ja, nu wel. Oké, okay, het is zeg maar. Ja, dus ik zei het al, het was niet zo makkelijk om iets te bedenken. En ik kwam toen op het IMF-programma, het stabilisatieprogramma, dat met ondersteuning van het IMF wordt uitgevoerd. We zijn nu al in het derde jaar, eigenlijk het laatste jaar, omdat het programma oploopt volgend jaar maart. En er zijn natuurlijk heel wat zaken die te maken hebben met compliance binnen dat programma. Ik wil toch, voordat ik daarop inga, even laten zien wat de inhoud is van mijn presentatie. Vrij kort hoor, de algemene inleiding. Ik zal ook kijken, we zullen samen kijken naar de maatregelen en condities die in het laatste traject nog afgerond moeten worden. We gaan daar even focussen op versterking van een anticorruptiewetgeving. En dan vooral op het aspect van compliance en transparantie. Versterking van aanbestedingswetgeving, compliance en transparantie. Ik moet zeggen dat vandaag de behandeling van de aanbestedingswet voort zou gaan in de Nationale Assemblee. Maar voor mij onbekende reden gaat het niet door. Dus we hopen dat het zo snel als mogelijk nog doorgaat. En dan gaan we kijken naar enkele structural benchmarks en kwantitatieve prestatieindicatoren die allemaal te maken hebben met compliance binnen het stabilisatieprogramma. Ik heb maar 25 minuten, dus ik ga me ook strak daaraan houden, omdat we ook andere verplichtingen hebben straks. Maar ik ben niet de aangewezen persoon om compliance en daaraan hangende begrippen, om daarover te conceptualiseren. Ik wil wel aangeven wat ik versta, ik begrijp onder compliance, namelijk het handelen conform afgesproken vastgestelde richtlijnen, standaarden die in een raamwerk zijn vervat. En meestal zijn die gebaseerd op veiligheids- en risicodrempels. En het is vooral een fenomeen dat in de bedrijfsmanagement voorkomt. Maar binnen dit IMF-EFF-programma wordt eigenlijk compliance benadrukt tegen de achtergrond van bestuur, goed bestuur, transparantie, verantwoordelijkheid, ownership.
En het is heel belangrijk om te complyen aan de zaken die zijn afgesproken voor een succesvol verloop van het programma. Maar vooral voor het verankeren van aanpassingen en hervormingen. Want wat we vaak hebben gedaan is dat we zaken hebben aangepast in de economie. Waarom hebben ze nooit verankerd? En waardoor na verloop van tijd ze zijn gaan verwateren en we terugvielen in oude gewoontes. Maar zoals u ook weet, staat compliance onder enorme druk ten koste van kwaliteit, eigen gewin, winstbejag. Ik sprak vanmiddag nog met een paar goede vrienden over. Okay. Chat zich van de maatregelen. Voldoen wij aan. Het is voor ons ook van belang dat wij willen wij de economie stabiliseren en een aantal van de hervormingen verankeren. Dat wij ook sterk gaan kijken naar onze performance, onze compliance. Voldoen wij aan een aantal eisen om te kunnen zeggen dat we die economie hebben gestabiliseerd en dat we voor hervormingen hebben gezorgd die voort zullen gaan, ook al komen er andere regeringen naar deze. En ik wil u even laten zien, een overzicht van de maatregelen en de condities die, waarover we nu praten. En ik wil twee van de maatregelen om dan daar wat meer te vertellen over compliance binnen het programma. En die hebben te maken met, maar er ook vragen gesteld worden hoor, over dat wat u ziet. Maar de twee hebben voornamelijk te maken met fiscal management en governance. Dan de volgende slide zijn. Ja, deze slide moet het zijn. Oeps. De eerste, bij de eerste ziet u namelijk dat er wordt gesproken over de aanbestedingswet. En later, ietsje later in de lijst, zal u daar ook zien waar er gesproken wordt over het aanpassen van de anticorruptie wetgeving. Als ik even mag inzoomen op versterking van anticorruptie wetgeving, compliance en transparantie, dan moet ik toch even aangeven dat het heel groot van belang is dat binnen zulke programma's, binnen stabilisatieprogramma's, dat er zeker heel veel aandacht wordt besteed aan corruptie. Vanwege het feit dat vooral in kleine en opkomende economieën corruptie leidt tot enorme scheve inkomens- en welvaartsherverdeling. Vanwege oneerlijke concurrentie, onder andere van binnenlandse bedrijven, kleine bedrijven. Maar ook vanwege het wegkanaliseren van middelen uit de sfeer van sociale zorg, uit de sfeer van duurzame ontwikkelingsbeleid met betrekking tot onder andere onderwijs en gezondheidszorg. En daarin is Suriname geen uitzondering. Al jaren zijn er vooral rond de verkiezingen heel wat heftige discussies over corruptie, handelen van de regering. Gedurende de afgelopen zittingsperiode. En er kwam steeds weer naar boven kijken dat er zaken fout gaan die een hele grote impact hebben op die economie, op die samenleving. Maar die bij opeenvolgende regeringen niet worden aangepakt. Daarnaast hebben meerdere studies ook uitgewezen hoe corruptie leidt tot afname van investeringen, politieke instabiliteit, verzwakking van instituten en uiteindelijk vaak een rem zijn op economische groei als u naar al deze zaken kijkt die ik daarnet heb genoemd. Hoe
wordt corruptie aangepakt of hoe wordt corruptie belicht binnen dit programma? Een van de zaken is, een van de eerste afspraken die gemaakt is, is dat Suriname gaat moeten complyen met internationale regelgeving voor wat betreft anticorruptie. En richtinggevend in deze is de UNCTAD, de United Nations Convention Against Corruption. En die werd getekend ergens in 2021, ik denk het eind van 2021, november of december. En de wet, onze eigen anticorruptiewet, zal zodanig worden aangepast dat het voldoet aan de bepalingen in het anticorruptie-VN-verdrag. Verder zal ook aanpassing van het anticorruptieraamwerk moeten plaatsvinden, zodanig dat, en dat is een, dat wordt een vereiste voor aanstaande september, dat declaratie en vaststelling van inkomens en vermogens van, en ik noem het zo, aan politiek, fraude, corruptie op blootgestelde personen verplicht wordt gesteld. Ook die aanpassing, ook die, ook daaraan zal die wet moeten voldoen. Het criminaliseren van alle corruptieve handelingen die leiden tot het onwettig, illegaal bevoordelen van een partij. Ook dat zal expliciet verder moeten uitgewerkt in deze wet. Dit zijn allemaal zaken die te maken hebben met, je moet complyen, je moet voldoen aan de eisen die gesteld worden, zodat corruptie ingedampt wordt en niet meer een drag is, een rem is op de ontwikkeling van het land. En zo hebben we gehad een deel, een fragment van de uiteenzetting van onze top-econoom Karel Eckhorst, die we graag natuurlijk hebben op Radio SRS en vandaag dus konden inschuiven om je toch iets voor te houden, materiaal voor te houden waar u wat aan heeft vanmorgen. Nou, onze tweede gast is reeds aangeschoven bij ons. We hebben uitgenodigd vandaag, of we hadden aanvankelijk twee DNA-leden uitgenodigd. Ronnie Asabina van de BEP en Rui Wang van de VHP. De heer Asabina zullen we een nieuwe afspraak mee moeten maken, want die heeft zich vergist in onze afspraak. Maar bij ons zit wel de VHP-parlementariër Rui Wang. Goedemorgen, welkom. Je kunt de microfoon een beetje naar u toeschuiven. Ja, goedemorgen. Alles goed met u? Ja, prima. Het was een postleden dat we u gehad hebben live in de studio. Yes. Veel werk voor een DNA-lid deze dagen? Of zegt u van nee, vanaf dag 1 was het geen andere flow? Nee, de druk wordt steeds groter. Want er zijn een heleboel NRA-wetten die we moeten afronden. En we hebben 26 wetten die we moeten afronden voor 31 december. Is dat haalbaar? We streven naartoe. Want anders komt Suriname op de blacklist en dat willen we natuurlijk niet laten gebeuren. Maar daarnaast hebben we ook nog andere wetten zoals het burgerlijk wetboek. We hebben ook nog commissievergaderingen, et cetera. Waarom zijn die NRA-wetten of waarom is de NRA-issue zo van belang in simpele termen voor Suriname? Het is simpel. Die NRA-wetten zijn, we hebben een evaluation report. En we moesten dat eigenlijk al lang doen. Het is niet dat nu de pressure dat we nu dat ding moeten doen, maar eigenlijk al een geruime tijd. Het is simpel gezegd, zwarte witwas, het wordt steeds erger. Gewoon in simpele woorden. En om money laundering te voorkomen en te temmen en corruptie te bestrijden, is het internationaal gezegd van we moeten samen money laundering bestrijden. Mm-hmm. Suriname is een deel van internationale organisaties. We hebben geen keus. Om dat te doen. Mm-hmm. Ja. De stappen die worden gemaakt, tussen nu en december, zijn er nog wat zaken die in place gebracht moeten worden. Zal dat niet een zware tol eisen op de DNA-leden? Want vaak ook denkt men van, een DNA-lid, nee, rokoyer, wat wil je zeggen, doen dat je babbel, soms neem je kibbel, en zo. Onderschat men het werk van een DNA-lid? Want u was ook nog geen DNA-lid, u had misschien ook een ander kijk op hoe het eigenlijk geschiet. Nu erin zit, wat zegt u? Inderdaad, het is veel meer werk dan wat ik verwacht had. Dan van buiten lijkt. Precies, want kijk, het is simpel. We hebben commissievergaderingen.
alvorens we huishoudelijke vergaderingen hebben, dan moeten alle actoren al gehoord hebben. En om een wet openbaar te kunnen behandelen, heb je zeker al 3 tot 4 commissievergaderingen gehouden. Op zijn minst. Mm-hmm. Al is het een simpele wet. En na al die actoren gehoord te hebben, dan pas gaat die wet op agenda van een huishoudelijk vergadering. En daarna kunnen de kijkers zien van oké, het wordt openbaar behandeld. Maar daarvoor zijn er al zoveel commissievergaderingen gehouden. Dus als we kijken van maandag tot vrijdag, zijn we zeker 4 dagen in DNA. Mm. Ja. En daarnaast moet je ook nog je veldwerk. Je moet je wetten kennen, je moet je wetten lezen. Dus dat is een heleboel werk. U bent nu al 4 jaar om en nabij DNA-lid. Hoe blikt u terug op deze 4 jaar? U heeft een bewuste stap gemaakt. U bent uiteindelijk gekozen. Zegt u van, hey, ik heb naar mijn beste kunnen de Surinaamse samenleving in zijn algemeenheid, maar meer nog de groep die mij gekozen heeft, die ik vertegenwoordig kunnen dienen, want daar gaat het om, dienen. Ik heb geen spijt dat ik die stap heb genomen. Ik heb naar mijn beste kunnen de samenleving gediend. Nou, ik heb eigenlijk niet zozeer gekeken van de groep die gekozen hebben voor mij, of niet. Maar de brede groep. Maar de brede groep, de gehele samenleving. Want het heeft geen zin om te gaan kijken van als iemand binnenkomt en tijd dat naam van fuck up, ik ben stemt op me. Dat heeft geen zin. Dus ieder die naar me toestapt, probeer ik dan de persoon te helpen. Het is uitdagend, nog steeds uitdagend. Het is leerrijk. Want je bent elke dag bezig met de wetten. Mm-hmm. En het zijn wetten die te maken hebben met het dagelijkse leven. Zoals, ik noem een voorbeeld, BTW bijvoorbeeld. Het heeft een brede invloed voor de gehele samenleving. Het is leerrijk en uitdagend. Mm-hmm. Heeft u ambities voor nog eens een termijn of zegt u van hey, ik zou me in een andere rol of op een andere manier ook dienstbaar willen maken? Ik sta open. Zolang ik de samenleving kan dienen, dan maakt het nog niet uit of ik op een andere positie ben. Ik sta wel open om me dienstbaar te stellen. We komen er niet onderuit. Er zal zeker wel gekeken worden naar DNA lid Wang. Ook door met name het Chinese deel van de samenleving. Want het is een deel van onze samenleving natuurlijk die groter aan het worden is en groter geworden is. Die specifieke groep, zijn er punten waarmee de groep struggelt, worstelt? We horen in zijn algemeenheid tot in de laatste vergadering nog praten over de verruwing van de criminaliteit. We weten dat ook de ondernemers vaak genoeg steen en been last hebben hiervan. Soms fataal, soms heel erg verruwd, soms misschien zelfs een kleine, of wat we kennen als de kleine winkel, diefstallen, shopliften. Fadema's, go om naar dit probleem. En is het inderdaad een dagelijks fenomeen? Ik heb ook elke keer in DNA hetzelfde verhaal verteld. Deze groep is een heel aparte groep vergeleken met de rest van de samenleving. Deze groep vraagt niet naar pensioen, ze vraagt niet naar bevordering, ze vraagt niet naar werk. Maar het enige wat ze vragen is een goede ondernemersklimaat, waaronder veiligheid. Mm-hmm. En het kan zijn dat op cijfers criminaliteit is gedaald. Het kan zijn dat het is gedaald op cijfers. Mm-hmm. Maar de samenleving, de burgers, daar heb ik het over algemene burgers. Niet alleen ondernemers, maar algemeen. Voelen het nog niet dat de cijfers inderdaad zijn gedaald. Mm-hmm. Want elke dag als we de media, mm-hmm. Zien we wel berichten over. Of is het beroving, of is het diefstal, of is het. Maar het heeft allemaal te maken met criminaliteit. Ja. Dus we moeten strakker gaan. En we zijn al 4 jaar bezig. Ik begrijp wel dat KPS de nodige middelen niet allemaal bezitten. Maar we moeten ergens gaan kijken en we moeten wel beseffen van. Once and no boom. Om er niet alleen kijken naar cijfers van dat is gedaald, maar om te gaan werken aan dat de media, dat de pers op straat gaat en een willekeurige burger interviewt en dat die burger zegt van ik voel me veilig in Suriname. Ja, ik weet dat
Suriname vergeleken met de andere landen van CARICOM, dat Suriname nog steeds een van de veiligste landen is. Maar we hebben altijd de lead genomen. Dus we moeten altijd de lead blijven nemen. U zei daar net iets, een opmerking, en misschien zijn er nog meerdere mensen die luisteren, die er het nooit zo bekeken hadden en nu wel zo. De Chinezen die komen naar Suriname, die zeg maar Sranamangs worden, om het zo te zeggen, die komen inderdaad met een ondernemersmindset. U zei het reeds zo net, ze komen niet om te vragen naar baantjes of Walanti Roko of Freijari of zo. Men komt om zich te vestigen, veelal om te ondernemen. Vanwaar die mindset? En kunt u ons als iemand uit dat deel een beetje enlighten van Ema? Vast aan Euroco eigenlijk, joh. Hey. Vanwaar die denkie? De Chinese groep in Suriname momenteel, laten we zeggen, het komt vanuit twee gebieden van China. Dan kennen we de groep voor 2000 en de groep na 2000. De groep voor 2000 zijn dan, we noemen het Cantonese sprekend of Hakka sprekende Chinezen. Die komen vanuit het zuidelijke gedeelte vanuit China. En die mannen draaien een winkel. En dan kennen we de provinciewinkels. En zo kennen we ook de Omusnesi. En maar na 2000 is een andere groep gekomen, de Mandarijn sprekende groep. En die groep hebben eigenlijk van huis uit al een soort karakter van ik heb niks te verliezen. Als ik een 100 gulden in mijn zak heb, heb ik de durf om een zaak te openen waarvan ik 10.000 gulden bij wijze van spreken nodig heb. En dat is mijn doing. En daarom zien we ook tussen 2000 en 2010 een heleboel grote gebouwen en winkels zijn gebouwd. Maar dat geld is nu uit de lucht gevallen. Ze hebben leningen genomen. Op lening genomen. Om te proberen van, kan ik het... Hoe start was dat niet? En een heleboel van die mensen zijn wel, gelukt om met iets te starten. En we zien ook, en nog steeds doen ze dat zelfde. Maar dan zie je ook dat deze groep eigenlijk wel geloof hebben in Suriname. Ja. Al die jaren heen. Wees de mijn tak van de akkoord zeg je, die staat die criminaliteit. Maar we zien wel dat er een vaste groep is en die blijft investeren. Dan verwijs ik naar, kijk, er is nog steeds een groot hotel die bezig te bouwen is. En ik weet dat die meneer wel een heleboel geld heeft geleend vanuit China om hier te investeren. En dat is slechts één voorbeeld. En natuurlijk heb je nog andere ondernemers die hetzelfde gedaan hebben. Maar alleen het feit van dat zij van huis uit een karakter hebben van ik durf, als ik 100 gulden heb, durf ik een zaak te openen waarvan ik 10.000 gulden nodig heb. Want wat is de algemene mening die leeft bij de groep? Want u bent er middenin, u mingelt met de mensen, u praat met de mensen, u hoort de mensen waarschijnlijk vaker aan. Los van het criminaliteitsvraagstuk zal een van de grote hobbels zijn. Zijn er andere hobbels die ze misschien als minder moeilijk ervaren, maar die ook spelen voor deze groep? Het ondernemersklimaat. De ondernemersklimaat, dan versta ik onder criminaliteit 1. Ten tweede zijn de documentenwerk, papierwerk, bureaucratie. Dat is ook nog niet zo simpel geregeld. Noem het woord simpel niet gebruiken, maar het is niet zo makkelijker geregeld. Is het zo dat deze groep, als wie dat ook, weet, en dan kan ik zoals Manolop Tamiktak Metak DC, maar ik ga er zeker van uit dat if one groep in een samenleving sapfa, smasa, sadita posities corrupt, dan een groep DC, want ik ga ervan uit dat de man omo ekong, de man praxeert dat, Pem kan gama een stuk binnen een wiki, twee wiki, maar play dat omo langa wan sangimi. Ik weet zeker dat dat ook een van de dingen is. Maar ik neem eigenlijk de groep ook kwalijk. Want na de man... Mijn voeten eigenlijk. Precies. Ja, Ik kan me nog heugen. Mijn dochter was geboren in 2016.
2016. En Isabtak, de zusters op de ziekenhuis bij de bevalling van de moeder van mijn kind, dat er naar envelop werd gevraagd. Ja, Mina, ik weet dat ze dat niet vragen bij doorsnee burgers. Maar omdat misschien was niet zien, dan yeah. Komen maar dat van Valka. Jogi moest aan het leren, want vandaag is zondag. En ik weet dat ze zulke uitspraken doen, omdat ze gevoed werden door mensen die op mij leken. Yeah. Van Valka, ik behandel mevrouw beter, ik ben dat je enveloppen. En zo gaat de eigen leven leiden dus. Ja. Maar kijk, ze zijn. Ze kennen de cultuur eigenlijk niet helemaal. Ja, als we kijken naar de geschiedenis van de nieuwe groep. Want een Chinees die, of iemand die al lang hier woont, ingeburgerd is, die weet zich beter te manoeuvreren dan iemand die pas komt en geen idee heeft van wat de valkuilen zijn. Precies. Kijk, als die zuster me vraagt van vandaag is zondag, heb ik mijn envelop gegeven. Dan moet ik van, maar zondag is toch een normale werkdag? Voor u, toch? Ja. En u kreeg toch salaris ervoor. Ja. En dubbel dan maandag, toch? Wij weten dat, toch? Omdat we hier gestudeerd hebben, Usapa wet, Usapa. Maar kan de broeder van mij aan mijn tak van, oh, vandaag is zondag, dan eigenlijk... Want dat regeling de. Eigenlijk, je vrede de, maar je kon, jij doet me een favor, is dat toch? Mijn nakje was niet. Maar het is natuurlijk niet juist. Nou, maar dan als dat gebeurt op de ziekenhuis, dan kunt u verwachten van al die andere departementen. En dat werkt desalniettemin niet ontmoedigend, want ook in deze periode de afgelopen jaren heeft u gezien van een afname, toename of stabiel, dat er dan nog ondernemers zijn, personen zijn die zeggen van hey, ik neem die kans, mogen we zitten van San Nasrana? Een heleboel mensen zijn weg, zijn vertrokken. Wel vertrokken, hè? Zijn vertrokken. Ik noem Ali Abrazadis. Een heleboel mensen zijn vertrokken en dan ons buurland, Guyana. Maar ook een heleboel mensen die waren vertrokken voor de COVID-periode, zijn teruggekomen naar Suriname. Hmm. Een heleboel van die mensen zijn teruggekomen. Ja, mensen met een vestigingsstatus van Suriname, die zeker 3 tot 4 jaar in China zijn gebleven vanwege COVID en natuurlijk hun privéredenen, zijn inmiddels weer teruggekomen naar Suriname om weer met iets te starten. Mm-hmm. Ja, dus we zien wel dat, kijk, we zeggen dat het niet goed gaat met Suriname. Wereldwijd is dat zo. We hebben de COVID gehad, we hebben de oorlog gehad, we hebben nog steeds te kampen met oorlog. Overal gaat niet zo prima, vergeleken met de pre-COVID periode. Dus mensen proberen hun geluk weer even te komen zoeken van, ik kan de ook aan veel was aan, ja. Toch? En de trek naar Guyana, hoe verklaart u dat? Heeft dat te maken met dat men daar ziet van hey, oil and gas hebben wakabba, dus we kunnen misschien kijken of wij wat kunnen doen daar? Guyana is booming. Guyana is booming nu, op dit moment. Ja, ja hun dagproductie van olie, die dekt al een heleboel kosten. Ik was laatst naar Guyana, overal zie je... Dat ze zijn bezig met wegen, asfalt. Het is wel heel erg veranderd. Hè? Ja, helemaal veranderd. Helemaal. Ik heb laatst begrepen, een verkoopster, een schoonmaakster, verdient meer dan een DNA-lid van Suriname. Lekker. Ja, ik vind dat... Ja. Helemaal. Een schoonmaakster en verkoopster verdient meer dan een DNA-lid van Suriname. En... Maar dat zie je ook de invloed van oil en gas. De invloed van oil en gas. Want ik begrijp dat daar de salarissen omhoog gaan, maar de kosten voor huishuur, voeding en zo, die gaan ook natuurlijk behoorlijk de lucht in. Ja, die gaan ook de lucht in. Ja. Dat is zo. Dat is wel zo. Voeding daar is vreselijk duur. Woning, huur van een huis. Zeker in Georgetown nu hoor ik van naar Rancho, if go euro, if you euro, want in Georgetown zelf. In Omafini. Omdat de multinationals
naar Georgetown gaan. En het personeel en die claimen. Ja. En die zijn bereid die dikke dollars te betalen. Precies, precies. Maar er is een hele spin-off effect van qua economie in Guyana op dit moment. En daarom heb ik ook heel veel geloof in Suriname. Want we hebben een betere basis vergeleken met Guyana. Qua cultuur, qua mentaliteit, qua ook op technisch gebied. We hebben staatsolie hier in Suriname. Dus als wij ook, wanneer wij ook zo ver zijn met de FID, met oil en gas, ben ik zeker van dat we betere deals kunnen sluiten. We hebben al betere deals gesloten vergeleken met Guyana. Maar dat we een voorsprong hebben. U vertegenwoordigt natuurlijk de VHP, de regering, een van de grote of de grootste regeringspartij. Heeft u uit de groep, en dan heb ik het weer over de Chinese tak van de Surinaamse samenleving, heeft u kunnen proeven uit wat men zegt, wat men vindt, de problemen die men bij u dropt misschien persoonlijk, dat men content is over de koers waarop gevaren is, macro-economisch, micro-economisch of in zijn algemeenheid? Of zegt u van hey, ook die groep is, of nee, die groep is teleurgesteld in wat Ruy Wang en zijn regering voor ons betekend hebben? Ik vertegenwoordig namelijk Surinamers. Mm-hmm. Ik ben namens VHP dan. De groep begreep wel van waar wij gekomen zijn. En één geluk voor mij vergeleken met mijn andere collega's is dat deze groep, de groot deel van deze groep ondernemers zijn. Ze kunnen berekenen. En ze draaien een winkel. En ze begrijpen dat als je een winkel draait en in Lina money voor draaien winkel, dan klopt iets niet. En je blijft lenen om die winkel tot stand te houden. Waardoor je eigenlijk op een dag je zegt van hey, je kan nergens meer geld vinden om te gaan lenen. Ja, je tap aan winkel. Zo simpel is dat. Een land is eigenlijk een veel ingewikkelder dan een bedrijf, dan een winkel. Maar het zijn dezelfde. We passen dezelfde regels aan. Het is dezelfde theorie die we aanpassen. En het is mijn geluk dat die groep wel snapt van oh. Dus de man ben in de money. Toch? En vandaar dat die schulden zo hoog waren. En het zijn geen klein geld met lage percentages. 20%. Ja. Het is killing. En hoeveel is 20% van een miljoen? Hoeveel is 20% van een miljard? Ja. En wie gaat het betalen? Dus die groep snapt wel. En ook mijn geluk dat die groep ook zo vaak geld leent. Dus ze weten wat het na-effect of het negatief effect van lenen. Dus ze weten wel van, ik meer lenen wel me niet. En meer opbouwing of meer. Bedrijf X biedt aan 8%, 9%, 10%. Vinden ze al hoog. Ja. En dan legt niemand uit van, maar we betalen nu 20%. En we zeggen van, serieus? Nou, maar hoe ga je dat betalen? Ze staan er dus dichterbij dan de doorsnee burger eigenlijk. Ja, en ze hebben ook elke dag te maken met, of ze houden zich meer, ze houden ook zich ook bezig met updates van de koers. Want uiteindelijk moet dat geld wel gestuurd worden naar het buitenland om nieuwe spullen, nieuwe artikelen te laten halen. Ja. En nu is het helemaal stabiel. Nu kunnen we zeggen van het is zeker al de derde week als ik het goed heb. Toch? Dat de koers op 31 something blijft. Ja. En het is qua macro-economisch is het dan zeker een prestatie. Is er een vangnet om personen die komen en die echt in grote problemen geraken? Hoe worden die opgevangen? Worden die gewoon afgedankt en teruggestuurd? Of is er vanuit, want er zijn verschillende Chinese verenigingen begrijp ik, is er een vangnet gecreëerd dat de mensen ergens terecht kunnen? Afhankelijk van welke problemen? Economisch of financieel of Amandouan Ogri. Dus afhankelijk van welke problemen natuurlijk hebben we ook nog de Chinese ambassade hier. Toch, als hij iets verkeerd gedaan heeft, dan wordt hij teruggestuurd. Maar als het economisch of financieel is, dan is het afhankelijk van eigenlijk zijn netwerk. Om te gaan kijken van hoe we dat ding kunnen oplossen. U haalde net aan ook de verenigingen. En de verenigingen hebben eigenlijk natuurlijk een heel grote invloed. En ze hebben ook een heel grote positieve werking gehad, historisch en ook moment ook tegenwoordig. En een van de bekende opties wat ze hebben geofferd is de Kasmoni-systeem.
Cosmonicus. Ik weet niet hoe lang het gaat nog bestaan. Want met die hele money laundering wet kan het zijn dat het niet meer... Het mag eigenlijk niet internationaal. Ja, ja, het mag eigenlijk niet. Maar met die hele money laundering moet het misschien afgeschaft worden. Ja. En die Cosmonicus systeem heeft eigenlijk een heleboel ondernemers geholpen. Een heleboel. Ja. Want u snapt, laten we zeggen, 10 personen hebben meegedaan in die Cosmonicus systeem. En het kapitaal van 9 personen zijn naar 1 persoon gegaan. Ja. Voor support aan, voor power aan. Ja. Ja. Dat is een heleboel. Hulp voor een heleboel mensen. Ja. 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 En daarvoor heb je betaald wel een beetje rente. Maar dat is niks vergeleken met andere bankinstellingen. Bijgerekend eventueel documentatie en wat nogal die rompslomp die erbij komt. En waarbij je daar ook wel weer een tjoekoe zou moeten betalen misschien. Precies. Wat nog meer onkosten meebrengt. Ja, dus dat heeft een heleboel mensen geholpen. De taalbarrière. Is dat een groot probleem, een grote issue? En wat doet men daaraan? Ik denk niet dat taalbarrière een grote issue is. Want ik heb mensen gekend die binnen een maand... Wel vloeiend, geen Nederlands, maar wel Suriname. Is het zo dat wij Surinamers, en Jonas Suriname ook toe, hebben wij de neiging buitenlanders te verwennen? Want we zijn vaak in Suriname omdat we meertalig zijn, de televisie is Engels. En ik betrap mezelf er soms ook op dat we onespang, dat we beetje Engels. Dus we praten niet vaak, of we dwingen mensen niet om onze taal te praten, maar we passen ons heel vaak, waarschijnlijk gastvrij of weet ik, of het is gewoon in ons, dat we makkelijk overstappen naar Engels om een gast tegemoet te komen. Ik noem het meer ook gastvrijheid van ons. Ja. Om de mensen eigenlijk nou niet te op hun gemak te stellen. Op hun gemak te stellen. Ja. Maar daarom zeggen ze ook van wij Surinamers zijn als fire lobby. We vieren warmte eigenlijk voor nu. Het is eigenlijk altijd zo dat we nou niet alleen de gasten vanuit Azië, maar ook vanuit de Noord-Amerika, Midden-Amerika, dat wanneer die mensen komen, dat we beginnen. Wees uno tak perfect die Engels. Maar we mekaar moeite. Maar we mekaar moeite voor condiment tegemoet. Je hoort nu ook wel veel zeggen, want we naderen nu de verkiezingsperiode. De campagnes die komen op gang, we zien wijkvergaderingen, we zien dat er al wat massameetings gehouden zijn. En je hoort vaak mensen zeggen, zeker de mensen die ontevreden zijn, wakti de man VHP, met den kooi na beerti baka, met den kondu propaganda, met den kondu campagne. Zal Rui Wang ook met een veiligheidszaakje moeten gaan naar de Chinees of zegt hij van heen? Nee, ik heb een job gedaan. De mensen die snappen waarover het gaat. Ik kan onbevreesd mijn campagne, zoals ik het de vorige verkiezingen gedaan heb, voeren de komende tijd. Ja, ik ga... Kijk, ik was van Paramaribo. Dus voor de kiesstelsel, verandering van de kiesstelsel, ben ik een DNA-lid vanuit Paramaribo. Gekozen vanuit Paramaribo. Natuurlijk ben ik voor heel Suriname, maar gekozen vanuit Suriname. Paramaribo. Vanuit Paramaribo. En we hadden gelopen, vier jaar terug, Latour, Pontbuiten, overal gelopen. En ik kan u vertellen dat ik al bezig ben met planning van Meet the People. Mm-hmm. Ook een heleboel andere collega's en de structuren van de VHP. Hoor. En we gaan naar alle buurten. We gaan naar al die mensen waar we hadden gelopen. Vleet, Centrum, Blauwgrond, Rienveld, noem maar op. En we gaan weer naar de mensen toe, om naar de mensen te gaan. Misschien als lekwang examen. Ik heb 5 jaren gewerkt. Het is eigenlijk nu tijd van dat de samenleving, het volk, me een cijfer moet geven. Dan moet ik niet bang zijn van voor kom niet te man. No, no go. No, mogen gewoon. Want ik heb mijn best gedaan. Ja. Met de beperkte middelen heeft de regering, maar ook wij DNA-leden, we hebben ons best gedaan. We hebben de mensen geprobeerd om de mensen te helpen. En ik heb uitspraak gedaan tijdens de campagne van vorige verkiezing. En een heleboel van die uitspraken heb ik. Ik push het nog steeds. Mm-hmm. Het is een hele Hari Trusu. Maar ik probeer het eigenlijk nog steeds te
de afspraken na te komen. Of de gedane uitspraken na te komen. En ook zo de president, de ministers, noem maar op. Dus we moeten niet bang zijn om dan weer naar het volk te gaan. En we gaan gewoon. Als de volk ons een onvoldoende geeft, dan staan we daar en we accepteren. Dan moet je het dragen. Met de king. Mm. Maar niet dat ik althans wegrent voor de uitslag. Mm. Nu is het zo dat u DNA-lid bent en dat men waarschijnlijk met allerlei klachten zo nu en dan de machine. Hey, de my petty. U bent van Noord, dat weet ik toevallig. Ja. En een van de zaken waarover men steen en been klaagt, is de staat van de Gompertstraat. Ik had de minister van OW gelukkig hier vorige week en heeft gezegd dat men eindelijk begonnen is met een project waarbij men niet alleen de Gompertstraat, maar meerdere straten zou aanpakken. U bent van het gebied. Is dat een probleem eigenlijk? Een complicated sani voor Gompertstraat, Srivi? Gompertstraat is een probleem van afwatering. Het is niet het probleem van de straat zelf, maar afwatering. We kunnen die straat 10 keer rehabiliteren. Binnen no time gaat het weer kapot. Omdat die afwatering niet goed zit. Want alle water heeft vast zit. Dus eigenlijk moeten we eerst dat heel gebied gaan onderzoeken van hoe loopt dat ding? Het is natuurlijk niet een probleem van nu. Ja. Het is al jaren zo. Het is een probleem die eigenlijk, wat noemen dat, een historische probleem. Ja, maar het is alleen maar gaan verergen, want ja, de klimatologische veranderingen, meer neerslag, meer regen, meer water. Ja, ja. Dus kijk, laatst had ik samen met een vriend van me wat steenslag gekocht. En daar hebben we een gat laten dichten. 2 weken, nauwelijks 2 weken. Mijn reep staan met jas aan, no, abrokobaka. Want het spoelt weg. Ja. Het spoelt weg. Ja. Maar inderdaad, net als wat minister Owe hier gezegd heeft, we hebben inderdaad vrij kapitaal om eigenlijk de wegen te asfalteren. We hebben kapitaalfondsen gehad vanuit internationale organisaties. En ik keek ook naar uit. Het ministerie van Owe is nu bezig met Annamoestraat. Een straat verder, Gompertstraat. Maar het is natuurlijk ook de bedoeling om Gompertstraat ook even te fixen. Mm-hmm. Misschien niet 1 keer het totaal probleem op te lossen, maar tenminste dat we iets makkelijker kunnen rijden. Want een heleboel mensen rijden langs. Vooral, is een belangrijke ader. Vooral, ja, helemaal. Vooral het gebied van Benny's en die apotheek daar. Ja. En dan de man die boro. Ja. En dat is vervelend. Nou, we hopen dat dit ook wordt aangepakt natuurlijk. Fijn dat u bij ons bent geweest, heer Wang. En dat we het dus toch wel uitgebreid gesproken hebben. Het zal zeker niet de laatste keer zijn dat we u uitnodigen voor de microfoons van Radio SRS. Altijd dat ding, TA gesprek, ik kon interessant. Maar het is 3 voor 9. We danken u voor uw tijd en hopen dat wij u gauw kunnen vragen of uitnodigen. Natuurlijk, als u zegt van, hey, no, maar want toestand samen, want praten aan samenleving, dan bent u bij deze welkom om dat ook te doen uit uzelf natuurlijk. Dan kan het natuurlijk wederzijds zijn. Ja. En dat zullen de mensen ook wel op prijs stellen als spontaniteit. Ja, anytime. U ook bedankt voor de uitnodiging. En ik wens u en de luisteraars een hele fijne dag. Thank you very much. Insgelijk. Yes, thank you. Nou, daar hebben we het gehad, deze aflevering van de Koffiepraat. U weet het, wij zijn het EK, het Eurostation bij uitstek. Vandaag zenden we dus 2 eurowedstrijden live uit. Het is vandaag dinsdag 25 juni. En u mag vandaag genieten om 1 uur van Nederland tegen Oostenrijk live op Radio SRS. En om 4 uur zenden we uit Engeland tegen Slovenië. Ook deze wedstrijd doen we dus live. We zijn in de laatste fase beland wat betreft de groepswedstrijden. En het wordt de komende dagen alleen maar spannender en spannender. We hebben Copa America. Brazilië heeft super teleurgesteld. Gisteravond gelijk gespeeld 0-0. En Colombia heeft wel gewonnen van Paraguay. Colombia, heb je een mooi team. Het team Colombia mooi vaarlijk. 2-1 gewonnen. Dus ook dat volgen we zo'n beetje. De achtste finales gaan beginnen op Euro. En in de achtste finales zitten al Zwitserland, Portugal,
Spanje, Duitsland en Italië. En de eerste achtste finale matchup is ook al bekend. Want Zwitserland en Italië, die zullen elkaar dus treffen in de achtste finale. En vandaag en de komende dagen wordt dan bekend welke landen tegen elkaar zullen spelen in de achtste finale. We gaan eruit. Deze aflevering van de Koffiepraat. Goedemorgen.